Veteranen, familieleden, vrienden, dames en heren. Ik heb geprobeerd wat dichter bij u te komen, maar de techniek lukt dat niet helemaal. Maar ik hoop dat we op deze manier toch dicht genoeg bij elkaar zijn om contact te hebben. Het is mijn eer en een genoegen om namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Aalten u welkom te heten hier op de Aaltense Veteranendag. Het werd al gezegd, die wordt om het jaar georganiseerd. En ik vind het ontzettend fijn dat u met zoveel bent gekomen. Ik denk dat dat nog eens onderstreept hoe belangrijk u ook vindt dat deze bijeenkomsten worden georganiseerd. En dat u het op prijs stelt. En daar doen we het voor. Allereerst wil ik een bijzonder woord van welkom en dank richten aan de Veteranencommissie. Ik noem even de namen. Die bestaat uit de heren Te Grotenhuis, Ter Haar, Nusselder, Wensink en Navis. Ze hebben samen met de medewerkers van de gemeente Zutphen, van de gemeente Aalten, deze middag vormgegeven. Dat zal me helaas nog wel eens een keer gebeuren dat ik me verspreek. Excuus daarvoor. Ook dank aan de mensen van Keep Them Rolling, die ter ere van deze middag enkele militaire voertuigen beschikbaar hebben gesteld. U hebt ze denk ik allemaal gezien. En dat verhoogt toch zeker de sfeer bij zo'n bijeenkomst als deze. Dames en heren, Veteranendag is het moment waarop wij met elkaar stilstaan bij de missies die door u als veteranen zijn uitgevoerd. En we staan natuurlijk ook stil bij de collega's met wie u dat samen heeft gedaan. En ook aan hen die helaas niet meer onder ons zijn, denken wij vandaag. Er worden door u, door ons allen, allerlei en volop herinneringen opgehaald hoe het toen was. We zijn er vandaag voor elkaar. U, de veteranen, u hebt ons vaderland gediend in oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, in oorlogsgebieden, in crisisgebieden, in verschillende landen, overal over de hele wereld. En u krijgt daarvoor als veteraan terecht erkenning en waardering van de samenleving en van de overheid. Bij binnenkomst hebben de medewerkers van de gemeente aan u de buttons uitgereikt. En die buttons, die buttons die zijn een uiting van onze waardering. Van de waardering van de Aaltense gemeenschap aan u als veteraan. Dus draagt u allen, ook degenen die mee zijn gekomen vanmiddag, die button met trots. Ik heb hier ook een uitvergrote button. En die wil ik eigenlijk speciaal overhandigen aan twee personen die bijzonder hebben bijgedragen aan de nieuwe opzet van deze Veteranendag in de gemeente Aalten. En de namen die ik noem, de personen vraag ik dan ook even naar voren.
Bertil Navis en Hans Nusselder. In hen wil ik dan ook vooral de waardering uitspreken voor deze gewijzigde opzet zonder anderen tekort te doen. Komen jullie even naar voren. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. Het compliment. Dank u wel. Dames en heren. Dames en heren, en met name u, geachte veteranen, u heeft zich in het belang van Nederland ingezet voor vrede en veiligheid van anderen. Vaak onder moeilijke omstandigheden. En dat kan ook grote invloed hebben op de rest van uw leven. Dat geldt overigens ook voor de mensen die in onzekerheid achterbleven. Uw partners, familieleden en geliefden. Die u vaak voor langere tijd uit hun midden moesten missen. Ook bij hen sta ik graag even stil. Want ook zij brachten op hun manier een offer. En ontzettend fijn dat een heel aantal van u hier vanmiddag ook aanwezig is. Iedere veteraan heeft zijn of haar eigen verhaal en eigen herinneringen. En vandaag, dames en heren, is het moment om hierover te praten en uw verhalen te delen met anderen. Die soms in dezelfde tijd, soms ook decennia eerder of later uitgezonden zijn geweest. En zich voor ons land en onze vrijheid hebben ingezet. Dames en heren, wij bieden u voor dit alles heel graag de gelegenheid om onder het genot van een drankje, de muziek en dit jaar voor het eerst, werd al even genoemd, smaakvolle, voor de veteranen welbekende blauwe hap verzorgd door restaurant Het Noorden. Rest mij nog u allen een waardevolle en vooral prettige samenkomst te wensen. En ik wil deze toespraak graag afsluiten met een gezamenlijk gezongen Wilhelmus. Dank u wel. Belangrijk, want er zijn ongetwijfeld jongeren zijn en mensen.
mensen die denken van, ja, het is zo lang geleden, waarom zouden wij het nog moeten herdenken? Nou ja, vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend. We hebben nu zo lang vrede in Nederland en in West-Europa, dat we ons bijna niet meer kunnen voorstellen hoe het geweest is toen het niet zo vanzelfsprekend was dat we in vrede en vrijheid zouden kunnen leven. En dat wordt, denk ik, ook onderstreept doordat we als Nederland onze verantwoordelijkheid nemen om in de wereld toch bij te dragen aan internationale missies waar het gaat om vrede en veiligheid in andere delen van de wereld, die uiteindelijk ook effect hebben op het voortbestaan van de vrede in ons eigen werelddeel. En de mensen die daarvoor zich beschikbaar stellen en door Nederland worden uitgezonden, die hebben jarenlang te weinig eervolle aandacht gekregen dat zij bereid zijn geweest om die missie uit te voeren in opdracht van ons land, van onze regering, van ons als samenleving. En ik ben dus heel blij met het feit dat je steeds meer ziet dat er in bijeenkomsten zoals deze, veteranendagen, bijeenkomsten, aan deze mensen wordt duidelijk gemaakt dat wij waardering hebben voor wat zij gedaan hebben. Ik wil even de waardering uitspreken voor het organiserende comité van vandaag. Het is werkelijk ongelooflijk wat je allemaal meemaakt hier ook, als Aaltense jongen. Hè? Ik ben 50 jaar Aalten uit, zeg maar. Maar ik vind het geweldig om hier weer terug te zijn in Aalten. Met mijn vader, een van de oudste veteranen van Nederland. Oude Greppenberg veteraan. En ik ben 70. En ik ben een oude Sinaï veteraan, Egypte. Dus het is heel leuk om hier samen rond te lopen met mijn vader. Bijzonder leuk. Je hebt de hele familie bijna in militaire dienst. Ja, mijn dochter is, mijn oudste dochter is beroepsmilitair geweest bij de luchtmacht. Ja. Mijn jongste dochter zit bij de politie. Twee schoonzoons als ex-marinier. Dus we zijn echt een militaire en politiefamilie. We steken elkaar aan of zo. Ja, we zitten, ja, inderdaad. Hele familie in de dienst van het leger. Ja, leger en politie. Wat ik belangrijk vind is, er worden natuurlijk vandaag de dag over die Indië-veteranen van allerlei lelijke dingen gezegd. Maar als ik je nou vertel dat ik 2 jaar in Surabaya heb gezeten, als ziekenverpleger, heb ik van heel die oorlogsgeschiedenis niets, maar dan ook niets meegemaakt. Dat is toch wel verwonderlijk, want meestal denken de mensen, nou ja, die Duitsers hebben daar altijd gevochten, een hoop mensen doodgemaakt. Maar dat is natuurlijk allemaal overdreven. Maar goed, ik bedoel, ik zeg wel eens, als wij daar niet naartoe waren gegaan, dan hadden ze al die Indische Nederlanders afgemaakt. Hè?